Ik was vroeger altijd zo, als je doorbreukbaar bewoog, weet je, en dan sloeg ik al hard in de lucht. En dan zei mijn vader alleen, had je beet. Ja jongens, Nappie hier. Het is tijd voor een nieuwe 24 uur met. Ik ga met Bultus op pad. Ik ga hem even ophalen hier in Zoetermeer. Het is een mooi weertje vandaag. Hij heeft de deur al open staan, dus we kunnen zo binnenvallen. En dan gaan we eens even kijken of hij zijn spullen al klaar heeft staan. Bultus, gast, wat ben jij aan het doen? Ja, ik was nog alvast even aan het voorbereiden op de sessie die we nu gaan vissen. Dat is ook een kleine. Ja, oké. Okay, ja, goed gereedschap mag klein zijn. Dus Nap, dan gaan we gewoon lekker vissen. En dat gaan we met niemand minder doen dan met Peter Vlasveld. Dus. Kijk, dat lijkt me een toffe gast. We gaan de spullen pakken en dan op pad, jongen. Zin in. Let's go! Aas, Bulters. Yo, Peet, hoe is het? Lekker, Peter, met jou? Ja, goed, man. Ik heb zin om te vissen, man. Kom je hierheen? Jongen, kijk eens naar buiten, man. Ik rijd net die Paperwijk binnen, man. Ja. Oké, jongens, 24 uur vissen, Nappie, Bulters, met niemand minder dan Peter Vlasveld. Ja, Peter en ik kennen elkaar al een tijdje. Peter is natuurlijk echt een videobaas. Ik heb heel veel dingen van hem geleerd in het verleden, zowel video als fotografie. Maar ja, goed, het was wel echt tijd om even met een vette film te gaan komen. En sterk genoeg, wij wonen echt nog geen 10 minuten van elkaar en we hebben echt niet vaak met elkaar gevist nog. We hebben niet vaak met elkaar gevist. We zijn af en toe wel eens een keertje bij elkaar langs geweest of zo. Wel gefilmd, heb je me wat geholpen met wat filmwerk. Ja. Maar ja. Dan gaan we gewoon even vissen, Bult. Ja, oké, we gaan even vissen. Dus het plan is om met Peter naar een vet water te gaan. Wat dat exact inhoudt, dat horen we zo en dan zien we zo allemaal. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. En jongens, we gaan beginnen. Heel veel plezier bij het kijken van deze film. En we zien jullie zo in de auto. Ciao! Zo, Peep. Plekje gevonden. Ja, we kunnen zelfs even uitladen met de auto en dan de spulletjes naar de stek lopen. Dus je hebt de car niet eens nodig. Dan vraag je natuurlijk af, waar zijn we? Nou, we zijn dus in het water midden in een bos. In de Randstad. Voor Nappie dan, we zijn in de Randstad. En dat is een water wat echt super druk bevist wordt. En ik kom er eigenlijk al, ik denk bijna 20 jaar denk ik. Ik ben hier al jaren niet meer geweest, dus het zag er eventjes anders uit. Maar wat ik wel weet is dat je altijd wel je visje kan vangen. En je zit echt in een super mooie omgeving, midden in het bos. En dat vind ik altijd wel uitdagend, dat er zoveel gevist wordt en vang dan maar weer je visje, weet je. Ja, het is natuurlijk wel een beetje het hoerenwater uit de regio, maar ja, we gaan vissen met KWO, dus je wilt toch wel kans maken op een visje. Recht toe, recht aan, obstakel vissen tussen de takken, hou ik ook wel van. En de twee stekken die eigenlijk het meest bevist worden, de hoerenstekken, die zijn vrij. Dus ja, gaan we ergens anders heen of gaan we gewoon op de hoerenstekken zitten? We gaan gewoon lekker op zo'n piep stek zitten we gaan feestje gewoon hier maken. Zitten. Let's go. We gaan even lekker uitladen.